Ik ben op zoek naar een groep. Ik ben buschauffeur en wilde reizen. Het is 4 uur, het is dinsdag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Ik ben Joost. En ik ben Niels. En ik ben wakker. Nee, we gaan vandaag gratis naar het Dolfinarium, want anders dat is het plan, toch Joost? Ja, en jij had daar een heel leuk trucje voor, zei je. Ik heb daar een heel leuk trucje voor, maar daar heb ik eerst even een kaartje nodig van een buschauffeur. Je laat nou net daar een paar bussen om de hoek staan. Die ja. Moet jij wel regelen, toch? Ik ga even met de buschauffeur praten daar. Hallo. Bent u de buschauffeur van Lubbe Reizen? Nee, niet van die. Oh. Ik ga volgende week beginnen met lessen. Hoe lang moeten jullie hier staan? Nee, we halen ze straks op hem even over 3. Oké. Okay. Ja, ik zou het wel leuk vinden om door Europa of zo gewoon touring te doen. Maar jullie hebben niet iets van een kaartje ook van Lubbe of zo? Nee, shit. Nou ja, ik ga. Wesseling, zei je? Wesseling. Oh ja, die zit in Amersfoort. Nog hartelijk dank. Ja, klopt. Hey Niels. High five! Heb je het kaartje geregeld? Nee. Oké. Okay. Er kwamen op een gegeven moment 3 buschauffeuren bij en ze hadden alle 3 geen kaartje. Maar ik weet wel dat ze iets over 3, dan gaan ze groepen ophalen. Oh, dus tof? Dat is over 10 minuten. Yes. Dus dan moeten wij zeggen, ja, mijn groep staat er niet. Ja, zullen we anders dan nu gewoon naar het Dolfinarium gaan? Nou, zullen we anders eerst even transformeren tot buschauffeur? Goeie, laat het toch doen. Zo zijn we geen buschauffeur. Hey jongen. Hoe is het, gozer? Wil je bij mij in de bus zitten vandaag? Nou, waar gaan we heen? Waar gaat de rit heen? Ik moet even een groep ophalen bij het Dolfinarium. En daarna gaan we lekker terug naar Amsterdam. Gezellig, maar laat die groep nou net binnen zijn. Ja. En dat is de truc, toch? Dat is de truc inderdaad, want als buschauffeur kom je in principe een pretpark in als je bij het loket zegt dat je een buschauffeur bent en dat je even contact wil met de groepsleider. Nou, ik wens veel succes in het apenpakkie. Dankjewel. Succes. Je moet even voelen dat ik buschauffeur ben, hè. Even in mijn rol komen. Ik ben van Lubbe Reizen. Ik kom even een groep binnen ophalen. Die is er nog niet. En ik had echt om 3 uur afgesproken met Esmee, maar misschien is het in de war dat het 4 uur is, dus ik denk, ik loop even er naartoe. Ik ben op zoek naar een groep. Ik ben buschauffeur van Lubbe Reizen. Oké. We hadden om 3 uur afgesproken, maar ze zijn er nog niet. Kan ik heel even... Witte deur. Ja, top. Hartstikke bedankt. Was dit nou echt zo makkelijk? Ik sta echt een beetje versteld van. Dit komt echt veel te makkelijk. Dit is niet eens 10 seconden. That's how you roll. Oké, welkom Dolfinarium. Ik ben binnen. Voor Joostje bellen. Ik heb een belletje van Niels. Yo Nelis. Hey Joost, weet je nou zo wie ik hier sta? Vertel, naast wie sta je? Ik sta naast een zeehond. Sta je naast een zeehond? Ja. Wat leuk man, je hebt je soortgenoten gevonden. Ja. Wat leuk. Hey, ik ga even proberen of ik ook binnen kan komen man. Ik vind het ook wel leuk om even de dolfijntjes te kijken. Oké, probeer even binnen te komen dan. Yes, is cool, zie je zo. Yo, hoi. Oké, Niels is nu gewoon zeehondjes aan het kijken. Nou, het is toch niet zo gezellig hè, als hij in zijn eentje moet, dus ik ga het ook even proberen. Schoolreisje. We wachten op onze buschauffeur. Ik ben net van een collega, tenminste van die buschauffeur, dat de buschauffeur naar binnen was geweest. Klopt. Zou ik hem mogen halen? Ja, natuurlijk. Ja? Deze deur naar binnen? Dankjewel. Hij was een goede prijs, zei hij. Ja, en wij zijn nu weer helemaal kwijt. Okay. Dus volgens mij zijn we gewoon elkaar kwijt. Dankjewel. Wat is dit toch belachelijk makkelijk? Dit is gewoon stom voor woorden. Ik zie Joost. Daar ben je! Yes, ik zocht je al, man. Hoe de fuck kom jij binnen? Nou, ik zocht de buschauffeur, want onze hele klas staat buiten. Maar heel veel leuks is toch vandaag hier niet? Nee, het is vrij boring. Hoeveel kost een kaartje hier nou in het park? Vraag ik me af. Ik film mezelf even, hoor.
15 euro per persoon. 10 euro? Nou, die hebben we toch mooi bespaard. Ja. Woe, dat was het Dolfinarium. Oh, daar zijn die andere knappers. Het heeft even geduurd, maar ik heb hem gevonden hoor, mijn buschauffeur. En ik me zoeken en ik die kinderen kwijt, joh. En ik denk, nou, ik moet op een gegeven moment gewoon actie ondernemen. Ja, iPhone. Wow, maar goed. Shit, dit ging makkelijk, hè. Ja, dat ja. Was echt easy. Wat een dol fijne dag. Vond je het nou ook een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog, lieve comment en vergeet absoluut niet te subscriben. Nee, en volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van de... Gierige gasten. En ook die gaat spetterend worden. Later! Eindelijk. Ja, we kunnen gaan hoor. Ik wil op tijd thuis en voor het eten.